Radio 2. Fijn dat je erbij bent hier in de Florin of aan de radio gekluisterd. Strafzaken draaien tegenwoordig al lang niet meer alleen om verdachten. Slachtoffers en nabestaanden krijgen steeds meer tijd in de rechtszaal om hun zegje te doen. De spreekrecht, daar gaat het over, wordt dit jaar nog verder uitgebreid. Een goede zaak vindt advocaat Richard Korver. U kent hem van tv, of niet? Maar strafrechtadvocaat Peter Platman is het daar niet mee eens. Willemijn, die tijdens dit programma vaak te gretig omgaat met haar spreekrecht. Praat nu met beide mannen. Juist, heren, welkom. Hallo. Hallo. De rechten van de slachtoffer worden dus uitgebreid. Zo komt er meer spreekrecht voor stieffamilie. En dienen verdachten verplicht aanwezig te zijn als de nabestaanden spreken. Meneer Korver, u staat regelmatig slachtoffers en nabestaanden bij. Bent u blij met deze uitbreidingen? Nou ja, u brengt het alsof het heel veel is, maar het valt allemaal wel mee. Hè? Ik bedoel, er mogen nog steeds maar 3 mensen spreken als iemand dood is gemaakt. En we zeggen nu, ja, als je op wordt gevoed door pleegouders of een stiefvader of een stiefmoeder hebt, dan mag die ook spreken. Ja. Dus, ja, het wordt gebracht alsof het wereldschokkend is, maar dat is het helemaal niet. Nou ja, goed, het is een kleine uitbreiding, maar de vraag is, bent u er blij mee? Natuurlijk, alles wat die positie verstevigt is denk ik nuttig. Ja. Ik kijk even naast u. Meneer Plasman, hallo. Mede dankzij meneer Korver, of vooral dankzij meneer Korver, hebben nabestaanden en slachtoffers de laatste jaren veel meer rechten gekregen. Bent u daar blij mee? Ik ben er helemaal niet blij mee. Compliment voor meneer Korver, want hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Maar hij heeft ook voor elkaar gekregen dat het op dit moment volledig uit de hand aan het lopen is. Waarom? Wat gebeurt er? Nou, kijk, het basisprobleem, en dat is nog steeds niet opgelost in ons systeem, is dat alles wat nabestaande slachtoffers, ik zal ze voortaan slachtoffers noemen nu, zeggen en schelden en uitmaken voor alles wat verboden is, dat is allemaal ten opzichte van een verdachte waarvan niet vaststaat dat het de dader is. Het is nog een verdachte. Hij is gewoon verdachte. Ja. Hij wordt vaak verdacht van hele andere zaken dan waar slachtoffers het over hebben. Ja. Heel simpel voorbeeld. Iemand die door te hard rijden iemand doodrijdt in het verkeer. Dat is vreselijk. Ik begrijp het verdriet bij de nabestaanden. Dat is allemaal niet ter discussie. Maar het gaat veel te ver als zo'n verdachte wordt uitgescholden voor moordenaar. Monster hebben we laatst gehoord. En het basisprobleem is, slachtoffers, daar kun je niks aan toerekenen. Die mogen wat mij betreft alles doen. Ja. Die kun je niet in toom houden. Die zitten vol met verdriet, met agressie. Dat moeten we accepteren. Maar de uitingen gaan veel te ver soms. Nou, er moet in het systeem komen dat er op een formele manier dat er ook een halt aan kan worden toegeroepen. En je kan verdachten, iemand die een ander per ongeluk doodrijdt, kan je niet een moordenaar noemen. Eerst even meneer Korver laten reageren. Ja, ik hoor heel veel dingen die niet helemaal kloppen. Het is niet zo dat er continu gescholden wordt. Integendeel, heel veel slachtoffers doen dat op een hele rustige, waardige manier. Dat zijn incidenten. Het is ook niet zo dat je altijd maar ontkennende verdachten met weinig bewijs hebt. We hebben ook heel veel zaken waarin verdachten bekennen. Eerlijk gezegd, juist dat soort zaken waarin iemand doodgereden wordt, zegt de verdachte ook heel vaak van, ik vind het verschrikkelijk, et cetera. Het miskent ook dat slachtoffers wel goed moeten worden begeleid. Op het moment dat je als slachtofferadvocaat iemand begeleidt, dan wil ik ook zien wat iemand van tevoren denkt te gaan zeggen. En als daar monsters, et cetera, in worden genoemd, dan ga ik een gesprek met iemand. En want dat soort dingen mag je dus niet roepen, of wel? Nou ja, kijk, het mag wel. Maar er zijn grenzen van fatsoen. Er zijn grenzen van waardigheid. En wat zeker niet kan, want dat is ook wel eens gebeurd, is dat iemand roept, als jij vrijkomt, dan leef je niet meer, want ik wacht je op. Weet je, dat is gewoon een strafbaar feit. Dan nee, dat begrijp ik. Maar dat is precies het probleem. Wat meneer Korver nu aangeeft, is precies het probleem. Je moet als strafrecht slachtofferadvocaat moet je dat begeleiden. Ja. Meneer Korver heb ik dat regelmatig zien doen. Alleen meneer Korver is niet de enige. En er zijn heel veel slachtofferadvocaten die helemaal niks doen, waarvan ik sterk idee heb dat ze de boel nog eens opjutten in plaats van afremmen. Ja. En het komt steeds meer in. Kijk, het komt in de media, wat er in de rechtszalen wordt geroepen. Laatst weer een heel verhaal over wat ik net zei. Iemand die een patiënt die totaal geen schuld had aan wat er gebeurd was, een monster noemt, dan grijpt een rechter uiteindelijk in. Maar die geluiden in de media, die maken ook dat slachtoffers steeds meer denken, ja, nu is het mijn beurt, nu moet ik ook als dit maar kan. Maar dat is toch ook heel erg logisch? Je hebt nou eenmaal als slachtoffer spreekrecht, dan ga je toch niet met een woordenboekje, U deed een monsterlijke daad of u bent een monster. Dan zeg je gewoon wat je te zeggen hebt. Lijkt me heel logisch. U bent een monster tegen iemand die alleen maar patiënt is, die geen schuld heeft aan wat er gebeurd is. Dat kan gewoon niet. Ho, ho. Een moordenaar. Iemand die met een kruisboog op pad gaat, meerdere mensen schiet
dat hij juridisch gezien, academisch gezien geen schuld heeft, dat is juist. Maar feitelijk heeft hij natuurlijk wel de dood van meerdere mensen achter elkaar veroorzaakt. Ook al had hij een geestesziekte. Een patiënt is geen monster, nooit. Iemand die geen schuld heeft aan iets, is geen monster. En iemand die per ongeluk iemand in het verkeer doodrijdt, hoe vreselijk het ook is, is geen moordenaar. En dat die slachtoffers dat allemaal willen roepen, dat begrijp ik, maar het ontaart op dit moment. Ik heb 2 weken geleden een zitting gehad waar 1,5 uur werd losgegaan op de verdachte. Eerst de moeder van het overleden kind, daarna de vader van het overleden kind. En het probleem is dat het wordt gênant. Rechters zitten te kijken van, oh ja, 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 je kan eigenlijk niet ingrijpen. De advocaat van de verdachte kijkt naar de rechter van, je moet eigenlijk ingrijpen. Maar moet ik nu zeggen, dit gaat veel te ver. Nou, u zegt mijn dus, punt is dat zou geformaliseerd moeten. Houd jezelf in toon. Ja. Nou, je zou het moeten formaliseren. Dat je veel meer, wat meneer Korver terecht zegt, van tevoren tegen slachtoffers zegt, je kunt dit doen, maar dit gaat te ver. En als je te ver gaat, moet er ook echt een grens gesteld worden ter zitting. En nu zit iedereen een beetje. Eigenlijk, vraag ik me even af, hebben slachtoffers er altijd baat bij, meneer Plasman, als ze mogen spreken? Nee, want het probleem is heel vaak dat door zo'n zitting en door al dat schelden en weet ik wat, wordt de boel opgejut. Het is toch fantastisch en dat u dat nou aan hem vraagt? Ja, maar ik kom daarna bij u. Hij staat er verdachte bij. Maar ik sta ook slachtoffers bij, dus ik kan ook vanuit die hoek kan ik praten. Het probleem is dan ook nog eens een keer dat het op een zitting zo wordt opgejut en zo erg wordt gemaakt. En dan komt een rechter later met bij vonnis de verdachte die een moordenaar was en een monster. Nou, dat is even een aparte zaak, maar moordenaar of koelbloedig mijn kind doodgemaakt. Die krijgt dan bijvoorbeeld een taakstraf of een paar maanden gevangenis. Dus dan valt het dus tegen voor het slachtoffer. Herkent u dat, meneer Korver? Ja, ik vind dat er echt een karikatuur wordt gemaakt nu van hoe het in het strafrechtbedrijf eraan toe gaat. Wij staan regelmatig of met enige regelmaat tegenover elkaar. Ja. Dat gaat altijd goed. En in wederzijds respect, bij mij hebt u dit soort taferelen niet meegemaakt. Nee, dat zeg ik ook. Maar je bent niet de enige, dat is het probleem. Dat begrijp ik. En dat er eisen zouden mogen worden gesteld aan de begeleiding van slachtoffers, dat ben ik helemaal met u eens. Maar laten we niet vergeten, zonder een slachtoffer in zo'n zaak heb je überhaupt geen zaak. En er wordt nu steeds maar gedaan alsof dat allemaal zo enorm uit de hand loopt. Maar Jacco Jansen, rechter, die heeft zich een paar dagen geleden op de radio uitgelaten. En zegt, dit zijn incidenten. En wat mij een beetje stoort, is dat ik best veel strafrechtadvocaten allemaal voorbeelden hoor noemen, uit zijn verband hoor rukken. De vliegende stoel wordt al genoemd. Dat heeft niks te maken met spreekrechten. Er werd een vonnis uitgesproken en de rechterlijke macht mag ook wel eens leren communiceren. Want die hadden ook kunnen zeggen, meneer, zegt, dat zijn incidenten als een keertje iets fout gaat. U pleit, meneer Korver. U zegt, ik zou eigenlijk willen dat dat slachtofferrecht nog veel meer wordt uitgebreid. Ja, ik vind dat wij dezelfde rechten zouden moeten hebben als dat een verdachte heeft. Bijvoorbeeld, we willen gewoon het hele dossier. En niet bepaalde stukken niet. Het is echt niet van deze tijd om dat te doen. Bijvoorbeeld als wij nou denken van, goh, het is eigenlijk wel moord, maar justitie wil dat niet op de dagvaarding zetten. Mm-hmm. Dat je dat, zoals dat in Spanje wel kan, gewoon op de dagvaarding kan zetten. Dat wij ook vragen mogen stellen aan een getuige. Mag in Frankrijk wel, mag hier niet. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En gaat u dat voor elkaar krijgen? Want u heeft wel aardig wat voor elkaar gekregen voor de slachtoffers. Hij heeft heel veel goede punten, hoor. Hij heeft heel veel goede punten. Er zijn ook heel veel strafrechtadvocaten het mee eens. Het gaat hier niet echt om de positie van de slachtoffer. Waar ik het over heb, zijn taferelen in de rechtszaal tijdens het proces. En dat gaat uit de hand lopen. Dus u bent hier gewoon mee eens met wat hij net zegt? Nou, niet met alles, maar alleen dat laatste bedoel ik natuurlijk. Maar dat bijvoorbeeld een slachtoffer toegang tot het hele dossier krijgt. Ik zou geen enkel argument kunnen bedenken waarom dat niet zou kunnen. Nou, heren, dan vermoed ik dat het over een tijdje gewoon geregeld is. Als u uw zin krijgt. Dank u wel, dan hoor ik dat graag weer. Advocaat Richard Korver en Peter Plasman, dank. Back.